Welkom bij het voorlichtingsfilmpje voor de Bacheloropleiding Gezondheid. Mocht je nog niet helemaal weten wat de beroep Gezondheidsprofessional precies inhoudt, kijk dan ook vooral ons andere voorlichtingsfilmpje. Daarin wordt meer uitleg gegeven over wat het beroep precies inhoudt en welke taken je als gezondheidsprofessional uitvoert. De Bacheloropleiding Gezondheid is de enige opleiding in Nederland. En het mooie aan deze opleiding is dat je hem zelf mede kan vormgeven. Je hebt veel regie op je eigen studieprogramma. Als vakinhoudelijk expert op het gebied van gezondheid ga je je heel breed ontwikkelen. Daarbij kan je denken aan fysiek functioneren, aan mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren, meedoen. Allemaal aspecten van positieve gezondheid waar jij je op gaat eigen maken. Tijdens deze opleiding ga je direct al aan de slag op een leerwerkplek. En daarmee komt praktijk eigenlijk samen met onderwijs. Er is veel betrokkenheid vanuit het werkveld voor deze opleiding en de werkveld heeft ook geholpen bij het opzetten van deze opleiding. Wat ga je nou precies leren gedurende deze opleiding? Allereerst natuurlijk wat gezondheid precies is, maar vooral ook hoe kan je nou gezondheid bevorderen en verbeteren? Je gaat je verdiepen in gezondheidsvraagstukken en daarmee lever je een bijdrage aan een gezondere maatschappij. Er is veel aandacht binnen deze opleiding voor technologische zorginnovaties. Van week 1 tot en met week 3 van deze opleiding ben je vijf dagen in de week op de campus in Venlo. En vanaf week 4 zul je twee campusdagen per week hebben en de overige dagen ben je op de professionele werkplaats. Die werkplaats kies je zelf. En de begeleiding vindt plaats door zowel de opleiding als door de praktijk. En daarmee komt dus onderwijs en praktijk samen geïntegreerd aan bod. De opleiding is vormgegeven aan de hand van verschillende focussen. Die vormen samen één geheel. En zorgen voor een goede borging van kennis en vaardigheden gedurende je opleiding. In de eerste zes focussen is het thema al gekozen. En vanaf die zesde focus mag je zelf gaan kiezen welke inhoud je aan bod wil laten komen. En in jaar drie zul je zien dat je een minor kan volgen en dat je een keuzefocus hebt. En in jaar vier maak je een businessplan en een afstudeerproject. En samen vormen deze de bacheloropleiding gezondheid. Gedurende de opleiding werk je aan een ontwikkelportfolio. Daarin leg je vast hoe jij aan de eindtermen van de opleiding wil gaan voldoen. Vervolgens ga je bewijsmateriaal verzamelen en dat stop je in een bewijsportfolio. Daarmee toon je aan dat je aan de eindtermen van de opleiding voldoet. Daarbij word je begeleid door een coach. Samen met je coach monitor je dat je aan de eindtermen van de opleiding voldoet. Op onze website vind je meer informatie over proefstuderen en onze andere voorlichtingsevenementen. Ook vind je daar het voorlichtingsfilmpje van het beroep van de gezondheidsprofessional. Mocht je nog vragen hebben, stel ze vooral via WhatsApp. En hopelijk heb je zo een goed beeld gekregen van onze opleiding.